Yo mensen, Jaroske hier en welkom bij aflevering nummer 2 van de Call of Duty Ghosts live serie Witcher Bojaraski. We gaan vandaag natuurlijk challenge nummer 1 doen en de challenge van vandaag is haal minimaal 20 kills met de chainsaw. De chainsaw in Call of Duty Ghosts is een light machine gun. Hij heeft een 80 ammo capaciteit erin zitten en het punt is, hij kan niet inzoomen. Het is een hipfire only wapen, ik heb er rapid fire en silencer op staan. En ik heb hem net al eventjes een potje gebruikt om te kijken of hij een beetje chill was. En ik kwam er al meteen achter, je hebt steady aim erbij nodig. Door die steady aim, omdat het een hipfire only wapen is, kan jij gewoon naar de andere kant van de map hipfire. Dus dat ga ik vandaag uittesten. Minimaal 20 kills moeten wij maken in een cranked potje op de map strike zone. En we gaan gewoon ons best ervoor doen. Dus let's go, chainsaw pakken we erbij. Met rapid fire en de silencer en de laser sight die erop ziet. Die staat er standaard al ingebouwd, dus die hoef je niet zelf erop te zetten. Dus je hebt 3 attachments voor de prijs van 2, wat natuurlijk iedereen wil. Want als er 2 voor de prijs van 1 is, dan koop je het ook wel in de winkel. Dus let's go mensen! 20 kills moeten we maken. Mijn standaard openingsroute om op strike zone is hier naartoe lopen. Eventjes hierna inzoomen, komt er niemand erheen naar deze kant. En dan loop je hier gewoon ingezoomd op af. Let's go, dat is kill nummer 1. En oh shit, er zit er nog één volgens mij. Ik ben gewoon nu weggerend. Geen zin om daar te wachten. Dat is nummer 2. Daar is nummer 3, campertje. Oké, we moeten nog 17 kills. En we zijn dood. We moeten nog 17 kills, man. Als het gewoon zo dat blijft doorgaan, dat ik de 3 kills kan maken in... Want het zal zijn 30 secondjes of zo, dat vind ik alles best. Want dan kunnen we die challenge wel halen. 20 kills in cranked is best wel heel erg veel. Omdat er ongeveer per potje bij elkaar, denk ik, 60 kills worden gemaakt. Want als jij cranked bent, krijg je ook dubbele scoren voor jouw team. Dus als je dan 1 kill maakt, komen er 2 kills punten bij voor jouw team. Dus daardoor gaan die crankpotjes altijd heel erg snel voorbij. En daardoor moet je dus ook gewoon echt een hele tijdje goed blijven concentreren als je 20 kills wil halen. Want het is best wel heel erg moeilijk om te doen. Normaal gesproken, gemiddeld hou je denk ik ongeveer. Als je gewoon normaal aan het spelen bent, niet echt aan tryhard of zo, niet aan het concentreren, dan hou je ongeveer 15 kills gemiddeld. Dus ik moet me nu wel goed concentreren, maar dat gaat tot nu toe wel goed. Hij staat er nog eentje achterin. No, hij is nog niet dood, hij is nog niet dood. Assist, nee! Ik moet geen assist krijgen, jongens, please. We hebben 8 kills. Oh! Dat is spansysteem, want ik vergeet het elke keer weer. Als jij spant in Call of Duty Ghosts, het eerste wat je moet doen is meteen, maar ook echt meteen je rug checken. En hier komt de care packs. Dat is sowieso een campstrike. Dit moet en zal een campstrike zijn. Wacht even, in mijn rug. Ja, kut! Nee, teammates, jullie zijn echt slecht! Teammates! We zijn... Wat? We staan... Nee! We staan... Nee! We staan kapot hard achter, jongens. Teammates, alsjeblieft, doe je best. Kom op, teammates. Ik zweer het je. Kom aan, man. Ik loop hier met de chainsaw rond, niet met een normaal wapentje. En ik ga nog beter dan jullie allemaal, man. Kom op. Teammates. Ik ga ze aanmoedigen. Teammates. 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 Ah, kut. Ik word genijfd. Oké, dat was niet zo handig van me. Ik heb 16 kills en de enemies gaan keihard. Dan ga ik echt keihard winnen. Het is niet meer gezond gewoon hoe hard ze gaan winnen. Even op de grond blijven liggen voor hem. En dan komt er nog eentje aan. Even wachten, even wachten, even wachten. De enemies hebben bijna gewonnen gewoon, hè. Ze hebben gewoon bijna gewonnen. Ik moet nog 2 kills. Ik moet die 2 kills halen. De enemies hebben bijna gewonnen. Ik moet die 2 kills halen. Nog 1, nog 1, nog 1, nog 1, nog 1. Ik moet die ene kill halen. Yes! We hebben de challenge in ieder geval gehaald. Nu hebben we het potje wel verloren, maar... Don't blame it on me! Blame it on the fucking hond! Ah, kut hond. Nou ja, ik wil niet de final kill cam zijn. Niet mijn killen enemies. Ja, goed zo. Nou ja. Je ziet het, mijn team... Ze staan 1-12 en 1-14! Hoe kan je zo slecht staan? Alsjeblieft. Mensen, mocht je hebben genoten van deze allereerste challenge van mijn serie Cranked met Jaroske, geef dan een duimpje omhoog. 20 kills moesten we halen, we hebben het gehaald. Alleen, we hebben het potje keihard verloren. Maar kijk mijn team dan, man. 1-12, 1-14 en 0-9. Jongens, what the fuck? Mensen... Bedankt voor het kijken. Vergeet hem alsjeblieft niet te liken. Vergeet ook niet aflevering 1 te checken. En dan als je een challenge voor me hebt, laat het even weten in de reacties. Dit was serieus echt gewoon het slechtste potje ooit. Niet van mij, maar van mijn teammates. Want dat is echt... Ja, hebben we het niet meer over. Bedankt voor het kijken. Vergeet hem niet te liken. En tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye.